Surinaams Pedagogisch Instituut, SPI, heeft vandaag een drive-through diploma-uitreiking gehouden voor haar geslaagden. Het SPI heeft voor de 5e keer diploma's uitgereikt voor de nieuwe leerkracht. Directeur Hortense Promes haalde aan dat met de nieuwe methode voor het opleiden van leerkrachten voor het basisonderwijs meer studenten zich geroepen voelen om onderwijzers te worden. Hierdoor heeft SPI steeds meer gemotiveerde studenten mogen opleiden. Deze diploma-uitreiking beschouwt Promes daarom als een van de vruchten van de nieuwe methode van deze lerarenopleiding. Het echte werk voor de geslaagden begint nu pas. Met je diploma in de hand, de tijd laat het niet toe dat je gaat zitten, maar dat we doorgaan om datgene dat we hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren, de competenties, dat we ze niet laten roesten, maar dat we ze goed geolied houden, zodat we ze kunnen gebruiken wanneer het zover is en ze aan het werk gezet zijn, ze een job hebben gevonden, vooral in het onderwijs, de basis van de ontwikkeling van onze samenleving. Dus ik wil alle studenten nogmaals feliciteren en veel succes verder toewensen in hun verdere leven, in hun verdere loopbaan. De geslaagden zijn allemaal in de bloemetjes gezet door de leiding en leerkrachten van het SPI. Promes zegt dat het de bedoeling is om de geslaagden op een waardige manier uit te zwaaien. De bestgeslaagde Alison Fransman is extra in de bloemen gezet en is ook tevreden met haar behaalde resultaat. Ik ben super blij. Ik ben super blij met het behaalde resultaat. Ja, het is me gegund. Dat wil ik alleen zeggen. Het is me gegund. Je bent nog niet klaar. Wanneer iemand bestgeslaagde is, dan is dat een bijzonder resultaat. Van een bijzonder mens. En ook namens Sifra, Sifra thuis, namens jou, Alison, gefeliciteerd. En we willen je dus iets aanbieden. Mag het eruit halen? Dit mag jij zelf bepalen wat je ermee doet. Geef het een goede bestemming. En dit krijg je van ons. Elke keer als je ernaar kijkt, dan komt SPI op een bijzondere manier. In gedachten. Dit kreeg Alison als bestgeslaagde. De drive-through diploma-uitreiking van SPI heeft vanmorgen plaatsgevonden op het complex van de Anthony Nesty Sporthal.